Deze zomer heeft Twijnstra Gudde het Groot Interventieboek uitgebracht. In dit boek brengen ze de kennis en kunde over interveneren samen. We staan hier met Mark van Leeuwen, partner en adviseur bij Twijnstra Gudde. Mark gaat ons meer vertellen over zijn favoriete interventies, de micro-interventies. Kun je me iets vertellen over welke interventie je hebt ingebracht en waarom juist deze? Ik heb micro-interventies ingebracht. Dus dat is een verzamelname eigenlijk voor allerlei kleine dingen die we in een organisatie doen, die het verschil maken. Dus dat kunnen dingen zijn in een vergadering. Dus de manier waarop je een vergadering bijvoorbeeld begint. Of dat kan zijn hoe je met humor dingen doet. Dat kan zijn hoe je bijvoorbeeld even stiltes laat vallen in een gesprek. Dus ik ben er in de loop der tijd achtergekomen dat het vaak kleine dingen zijn die het verschil maken. In plaats van dat het grote zaken zijn die van tevoren bedacht zijn, die het verschil maken. Dus vandaar dat ik micro-interventies heb bedacht. Dus dat is niet echt één interventie, hè, want het boek staat vol met gave interventies. Vaak hebben ze een stoere naam ook, maar dit is veel meer een categorie die vaak over het hoofd wordt gezien. Dus we vergeten vaak dat we eigenlijk, zodra we in een organisatie zijn, continu aan het interveneren zijn. Dus je kunt bijna niet interveneren. Je bent altijd aan het interveneren. En door het deel over micro-interventies te bespreken, hoop ik ook dat mensen zich nog bewuster zijn over hoe ze in organisaties ook kleine dingen introduceren die het verschil maken. Dus dat je jezelf, je eigen persoonlijkheid en wat je in de jaren hebt ontwikkeld, dat je dat daar ter plekke inzet. En dat je van daaruit ook van meerwaarde bent van zo'n klant.